Ik ben net wakker. Het is 8:30 en ik ben van 8 uur wakker, maar ik ben pas om 8:30 opgestaan. Yep. Ik ben ontbijt aan het maken, want ik ga om 10 uur naar de fitness. Ik probeer om het nu zo 's ochtends te doen, ben ik daar vanaf. Allee, het hangt er vanaf hoe mijn schema dat toelaat. Maar oké, ik ga dus naar de fitness en ik ga katjes zijn weer zot aan het doen. Ik ga krachttraining doen vandaag. Ik ga armen trainen met gewichten. Eerste keer dat ik dat ga doen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Heel veel van jullie zeiden tegen mij op Instagram dat ik er de laatste tijd zo strak uitzie en zo goed uitzie qua lichaam. En ja, ik ben redelijk veel aan het sporten en goed aan het eten. Dus dat zal zeker daaraan liggen. Maar voor mezelf wil ik heel graag fitter worden. Wil ik heel graag meer spier kweken en meer vorm krijgen. Dus daarom ga ik krachttraining doen. En zullen we zien hoe dat gaat gaan. Ik ben nu ontbijt aan het maken. En ik zal jullie zelfs laten zien wat het is. Oké, dit is mijn ontbijt voor ik naar de fitness ga. Ik heb rijst, witte rijst, gluten-free. Er zit een beetje sriracha op, dus pikante saus. Ik heb eiwitten met tomaatjes en avocado en kruiden. Waarom eet ik dit nu? Omdat rijst veel carbs bevat, veel koolhydraten, zodat ik goed hard kan gaan in de fitness. En dat ik niet zwak word en niet veel te snel uitgeput ben. Dus je hebt niet het standaard ontbijt, maar gelukkig eet ik graag hartig 's ochtends. Dus ik vind dat niet erg. Ik ben terug van de fitness. Het ging goed. Maar ik moet natuurlijk echt zo gewichtjes van 2 kilo nemen voor mijn armen om zo... En zo... te doen, want ik heb geen armspieren. Maar mijn armen doen nu wel pijn. Ik voelde al als ik mijn camera moet vasthouden. Maar oké, het was goed gegaan. Ik heb mij niet omgekleed. Ik heb mijn legging nog aan. En ik ga naar kantoor gaan. Ik ga ook daar eten. Ik heb eten gemaakt in de week. Gefood wrapped. Dus dat ga ik meenemen. Go. Oké, ik ben op kantoor. Het is 4:15. Ik heb de hele dag niks gefilmd terwijl dat ik hier was. Dus sorry about that. Die moet ik in de kast leggen. Maar ik ga nu de pakjes wegdoen. En it's so high to reach. En dan ga ik naar huis. Hè? Naar huis. Ben ik. Oei. Oh, de kabel is ontvallen. Dus dan ga ik naar huis. Dan ga ik me klaarmaken, want het is nodig. En dan ga ik eten met Femke. Woehoe. Kijk er keihard naar uit. Het kan gezellig zijn. En ik heb keiveel zin in pasta. Ik ben thuis. Sorry, ik heb allemaal droog shampoo in mijn haren gespoten. En... hier ligt een heel zielig hoopje, Sam. Hallo. Och, garen. Sam is ziek. Ik denk buikgriep of zo. Of ik weet het niet. Weet je het zelf? Nee. Sam voelt zich niet goed. Wilt je nog een dekentje? Moet ik het pittenkussen opwarmen voor je voeten? Ja? Oké. Okay. Dat zal ik doen. Och, garen. We hebben net lekker gegeten en ik ben hier met deze weirdo. Nee, geen weirdo, maar wel een brakke piloot op de baan. Ik voel me niet veilig in deze auto. Dit is beter dan mij, hè? Hey! Iemand stuurt hier. Nee, dat is niet waar. Je doet dat goed. Het was lekker, hè? Ik heb goed gegeten. Ik moest zelfs mijn broek openzetten. Zo goed was het. Dat moest ik zelfs niet doen. Ja, want het was wel lekker. En nu gaan we naar Hasselt-Zuidpijn. Gaan we nog iets drinken. Femke heeft hier echt een alcoholverslaving. Ja,
Ik weet niet of je het ziet, maar het leger is mijn vallen. Ja, oké. Okay. Maar ik drink gewoon snel. Ik ben een echte loep, zoals ze bij ons in de familie zeggen. En loepjes kunnen goed drinken. Ja, ik zit altijd hier aan. Dat is echt wel, heel mijn familie kan echt goed zuipen. Ja, dat zijn Duitsers, nee? Ja, dat zijn allemaal Duitsers. Hè. Die kunnen echt goed drinken en die voelen daar niks van. Die blijven zo heel normaal. Morgen leken een heel lang in bed. Ja, niet. Oh. Ik voel, nu begin ik het zo wel wat te voelen. Ja, hallo, je zit in 2 seconden en je halve glas leeg te zuipen. Niet overdrijven. Ik heb al 2 rozeetjes gehad. Meisje, niet overdrijven. 2 rozeetjes bij het eten gehad. Nu zie ik het er wel wit uit. Ah nee, nu weer niet meer als ik naast u kom. Nu zie ik helemaal niet bruin. Nee, maar als ik zo zit, wel, van naar achter. Je bent toch bruiner als mij, zo meid. Nee, maar dat ligt echt niet. Het is gewoon dat ik heel lang nee, zo is het eigenlijk. Ja, ik ben jaloers op de haar, maar al altijd, hè. Dat heb ik al in een vlog gezegd, hè. Kijk hoe lang. Damn. Dat is echt zot. Echt zot. Rapunzel, echt waar. She's going to the bedroom. Zatlap. Ik ben niet zat. Zatlap. Jij zit zat. Wie loopt hier krom? Wie blijft er nu ineens staan op de weg? Rennen op hakken. Ja, ik toch ook. Ja, welke hakken? Film is welke ja, hakken? Ja, ik heb geen hakken aan, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan rennen, hè. Ik heb niet, wel heel... Ik wil een jas geven, maar nee. Madame heeft te veel ballen aan haar lijf. Ja, ik wil niet onderdoen, hè. Ik ben bijna thuis. Ik ben bijna thuis. Nee, niet mijn thuis filmen. Ik... Nee, nee. Waar gaat je? Ik stel voor dat we nog iets in de Century gaan drinken. Is dat nog open? Ja. Nee, ik kan er nog in doen. Daar zit wel nog volk, maar... Dat volgens mij dat 1 uur open, hè. Ja, gaan we nog iets drinken? Een cola. Oké, een cola. Ciao, kus. Ondertussen 1:30, 1:30 zelfs. En ik ben thuis. Ik heb mij ontschminkt, as you can see. Mijn tanden gepoetst. En ik ben helemaal klaar om in bed te gaan. Het was een heel gezellige avond. Ik heb me echt heel hard geamuseerd. Heel goed gebabbeld. Het was echt alsof we elkaar al heel zijn leven of zo kende. Was echt... Want het was de eerste keer dat ik echt iets met Femke ging doen. By the way, voor wie niet volgt. Maar dat was de eerste keer. Ik heb haar wel gezien. Maar 2 keer of zo. En dat was de eerste keer dat we echt samen iets gingen doen. En ik had wel het gevoel dat we echt een goede klik... Wat is dit hier? Ja. Dat we echt een goede klik zouden hebben. Maar ja... Het was echt precies alsof we elkaar gewoon jaren kenden. Alsof we lost sisters waren of zo. We lijken zo hard op elkaar. Welkie. Ja, doe dat eens niet. Stap eens. Maar echt zo, ja. Ja, ik kan het niet uitleggen. Maar zo voelde dat gewoon alsof we... elkaar heel goed begrepen en heel goed kenden. Dus het was echt heel tof. Ik ga hier ook de vlog afsluiten, want zoals je kunt zien ga ik slapen. Ik heb trouwens echt het meest flatterende slaapkleed ooit. Wauw. Echt zo fashion. Maar... mijn andere pyjama's liggen boven en Sam slaapt al, aangezien dat Sam zich niet goed voelt. Allee, slaapt al even. En dit hing onder, dus ik dacht, ik zal dat maar aandoen. Maar oké, genoeg gezeverd. Slaap wel iedereen. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.